Het is begin van de week en de kinderen gaan vandaag op school komen. We gaan straks op kamp. Yeah! Maar de bus komt over 10 minuten. Oh. Hopelijk is er ook een buitenzwembad. Ja, echt. Dat lijkt me echt heel leuk. En we gaan ook in de bubbelbad, toch? Ja, dat sowieso. Maar ik wil eerst naar het buitenbad. Meester, gaan we ook voetballen of game of tv kijken? Ja, Wouter. We gaan allemaal leuke dingen doen. Yes! We gaan op kamp, gaan we voetballen, basketbal, trefbal, zwemmen. Hebben jullie daar zin in? Ja! Een aantal kinderen in de klas overleggen. Het is al bijna tijd. De bus komt zo. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook. Zullen we samen voetballen? Jullie mogen gaan. Yo! Groepje voor groepje stuurt de meester de kinderen naar de bus. In de bus is het een gekkenhuis. Hartstikke druk en de kinderen zijn dol enthousiast en hebben er super veel zin in. De meester moet ze rustig houden tijdens de busreis. De klas is aangekomen, de meester legt uit wat ze de komende dagen allemaal gaan doen. We gaan de komende dagen werk maken. Nee. Op dinsdag gaan we in de kring beginnen. En daarna... De meester trekt zich er niks van aan dat de kinderen het niet leuk vinden. Hij gaat verder met uitleggen. Werk nakijken en einde dag. Ik ga liever weer naar school. Maar meester, we zijn naar kamp en we hebben helemaal geen boeken meegenomen. We hebben een speciale locatie waar je kan werken. Boe, je liegt. We zeiden dat we beginnen sporten. De komende dagen gaan we werk maken. Nee. Boe! We zouden toch allemaal leuke dingen doen, zoals hockey, voetballen, zwemmen? Nee, dachten jullie nou echt dat het echt vakantie was? Dat heb je gelogen. Niet, ja. Dat hebben jullie gezegd. Ik zou alleen maar ja. Jij wil zeker dat je kinderen in jouw klas super dik worden. Echt dat ze nergens meer door kunnen. We moeten gewoon sporten, spelen en niet alleen maar werken, werken, werken. Je zei dat we leuke dingen mochten doen en nu dit? Je bent een leugenaar. Je bent tenminste een goede meester. Dan ziet een kind op het schoolbord dat ze hele lange dagen moet maken. Werken. Huh? Zo lang? Dat kan toch niet? Nee, ik vind het ook heel lang. Dat gaat me toch nooit lukken. Ik val nog eens flauw als we dit echt gaan doen. Vrijdag gaan we tot 9 uur werken. Stil! Even huiswerkpapier opbouwen. Nee! Na de les meteen op de gang. Want als de meester komt, dan kunnen we het niet meer doen. Stil, meester komt eraan. De meester is even uit de klas. En de kinderen spreken af om na de les met elkaar te praten op de gang. Jullie hebben geluk gehad, jullie hebben geen huiswerk. Nee, geen huiswerk! Op de gang staan de kinderen een plan te bedenken voor de meester. We kunnen beter dan gewoon 's nachts niet slapen en overdag in de les slapen. Het heeft toch wel 75 euro gekost, hè, voor dit kamp. Misschien gewoon het werk niet maken of zo. Ik heb een idee. Als we in de klas gaan slapen en 's nachts niet. Ja. Zo kunnen. Dan beseft de meester dat hij ons gewoon te veel werk geeft. De meester heeft ons gewoon voorgelogen. Ja, hij heeft beloofd dat we leuke dingen zouden doen, maar ja. Nou hoeven we alleen maar juist meer te werken. Het plan staat vast. De kinderen weten wat ze moeten gaan doen. De meester denkt dat de kinderen te laat zijn gaan slapen. Jullie moeten gewoon eerder naar bed gaan. We kunnen toch niet eerder op bed gaan? We moeten huiswerk maken tot 8 uur. Jullie hoeven niet eens te slapen. Je laat ons alleen maar werken, werken, werken. Hebben wij geen vrije tijd of zo? We zitten veel te lang op school. We moeten veel meer vrije tijd hebben. We hebben geen zin in huiswerk. Ik doe gewoon weg. Ik heb er geen zin in. De meester is bang dat de politie en de kinderbescherming op school komt. Dat is verschrikkelijk ook. Sorry. Ik heb inderdaad veel te lange tijd gedaan. Jullie zijn nu vrij en morgen zijn jullie ook vrij. Yeah! Hij besluit zijn excuses aan te bieden en de kinderen vrij te geven.